van buiten, vandaar de weinige oogcontact, maar ik heb het boekje neergelegd, dus oké. Ja, Ramadan is bijna aan het einde gekomen, de laatste 10 dagen. Voor de mensen die vasten, strijden. Wie vast er vandaag? Oké, bad breath everywhere. Oké, de tekst is aan ons. Voor ons. This poem is for the love of my life. Food. When I see you sitting there, hot and freshly baked chocolate-covered lava cake, I wonder why you're not in my stomach already. If you ask me if I'm hungry, I reply, always. Men lose weight and get the proteins that women lose weight by putting a lock on the kitchen cabinets, fridge, drawers with all the cutlery, and pantry with all the cookies, because our diet won't involve us eating anyway. Some time ago, it was made clear to us that our personality traits and talents didn't matter much if it didn't come in a perfect body. Unrealistic body ideals follow, and a 13-year-old is hunched over the toilet, finger down throat, because it's the new cool thing to do. The new no carbs, no bread, juice cleanse diet. Religiously checking labels and counting calories. And yes, I know that there are some things that can't be dealt with food, but God knows you keep trying anyway. When I'm minding my business, eating a cupcake, as you do, a skinnier person will come up to me and say, you know, honey, it's a moment on the lips, but forever on the hips. I finish eating my chocolate chipped Oreo topped cupcake. And when I'm done, I eat her too. My body will hold down 2 meals of Italian pasta, Thai chicken curry, Nutella crepes, and a slice of pizza, but not your shit. I stop seeking revenge on my own body. Stop blaming it for every bad thing that ever happened to me. Stop letting other people's expectations of what a woman's body should look like hold me back. Stop internalizing fat phobia. And I guess I should apologize or try and make myself smaller, but it's just that I love myself too much to give a fuck. I love food, and that's okay. Can I get an amen? Amen. Can I get an A woman? A woman. Can I get an A non-binary? A non-binary. Now, can we please stop telling girls they can't eat, okay? Yes. Thank you. Yes. Heerlijk. Oh. Ik ben happy wel. Ik ben gelukkig. Wie is er ook gelukkig? Laat je horen. Yes. Wat een verrassing hoor. Mag ik wat zeggen? Tuurlijk. Oké. Ik ben ongeveer... hoe laat is het nu? 8:30? Zoiets. Ik ben ongeveer 6 uurtjes terug of zo vanuit Mexico. En ik woon in Dordrecht, zoals ik al zei. Maar ik kan niet meer dankbaar zijn dan hier thuis te komen met jullie allemaal. Dus dank je wel. Toch? Toch? Yes, en ja, jullie zijn, waren echt fantastisch publiek. We gaan het mooi afsluiten, wat ik normaal altijd doe. Yeah. Omdat ik heel vaak denk, oh ja, tof en artiest en al die namen noemen. Maar ik probeer altijd een dingetje ervan te maken. Of in ieder geval kijken wat me bij is gebleven van wat ze zeiden, weet je. Ik vond het sowieso heel tof, want Dennis kwam en die vroeg ons Rotterdam. En dan zeiden jullie, kun je dat niet horen dan? Ja, toch? Zie? Ja, had hem nog, ik zag je. Love it. En soms als je het heel even niet meer ziet zitten en je weet het niet meer zeker en je bent een beetje down, kijk gewoon naar je mattie en vraag hem gewoon oprecht vanuit je hart, dans voor mij. Dat kan, dat mag, dat helpt. Yeah. Je eenzaamheid mag je opschrijven in heel veel manifesten, maakt niet uit. En als je het even niet meer weet, kan het ook. Inderdaad, eet, al die shit. En soms ook gaan mensen dingen zeggen, weet je. Zoals, na kieskiedik. Wees een vrouw, kijk ze aan en zeg, ik ben een vrouw. Ja, ja, yes. Je bent het gewoon. Oh ja, by the way, een man is geen wapen, vonden we tof. Ja, die vond ik ook echt heel nice. Vond ik heel tof. Denk daar nog even langer over na. Ligt er een alleen man is geen wapen. Is geen wapen, ligt er aan hoe je hem vasthoudt, denk ik dan weer. Ja. Inderdaad. Oh. Ja, toch? Load. Ja, lock and load. What? Oh my god. Anyway, alles voor succes, alles voor succes. Maar verdring er niet in. En om het einde en het begin aan elkaar vast te naaien. Ze zei het zo mooi. Hoe verwerk je heimwee als je al thuis bent?
Maar dan ga je naar Rotterdam en dan kijk je in het publiek. En dan hoor je de laatste het zeggen en zij komt aan en ze snapt het. En dan snap je dat thuis is waar ik ben, waar jij bent, waar jullie allemaal zijn. Rotterdam, ontzettend bedankt dat jullie dit thuis hebben gemaakt vandaag. Dat is sick. Mr. Winter heeft er ook voor gezorgd dat dit thuis is. Alle artiesten, ontzettend bedankt. Allemaal, Quinn. Jullie mogen zometeen iets pakken van de muur. De merch stage, de merch. Wait for the merch, wait, wait. Iedereen nog een keertje kijken naar de merch. Ze zijn daar. Ik heb trouwens nog meer goed nieuws. Ja. Jullie maken kans op 2 gratis vrijkaartjes voor zondag. Mm-hmm. En dat is heel simpel. We hebben allemaal volgens een heleboel mensen hebben een telefoon. Ja. En het enige wat je hoeft te doen is een selfie te maken hier ergens. En 0106 is al te taggen en te hashtaggen. En dan krijg je... Maak je kans op 2 gratis vrijkaartjes voor de zondag. So, get it. Maak die goede selfie, hashtag 010SIA. Yes. En dan tag ze ook, zodat ze je kunnen vinden. Yes. En hopelijk win je dan die vrijkaartjes. Haal nog even een boek, een pinnetje. Haal kaartjes voor de iftar, want we moeten 4:15 hier het dak afzouten. Maar je mag nog steeds het museum in tot en met 10:00. Haal kaartjes voor de workshop. Vergeet niet, 50 jaar, daar moet je bij zijn. Dat is toch dood? Dat is veel. Dat is een heel festival, workshops. Ja. Doe het! Doe het allemaal. Ik heb nog niks mee te doen. En ik ga ze nog een keertje bedanken. Heel hard applaus voor de woorden zinnen. Pagina Groot. Poetry International. Nederlands Fotomuseum. Rotterdamse Dakendagen. En of course jullie allemaal ontzettend bedankt. Mijn naam is Jennifer Muntslag. Mijn naam is Sanine Narcilia. En see you next time. Peace out. Say you will.